Het boek Sustainability at a Crossroads moet maken dat we heel serieus leren omgaan met het beleid van het verwaarloosde achterland van Suriname. Het wetenschappelijk boek is een initiatief van de Stichting Wetenschappelijke Informatie, SWO, The Institute of Graduate Studies and Research, IGSR, en Glenn Sakatsing, verbonden aan de Universiteit van Venezuela. Het boekwerk kwam tot stand na open campussen en workshops met experts uit Brazilië, Venezuela, Aruba, de VS, Guyana en Suriname. Professor Jack Menke, die zelf 2 hoofdstukken heeft geschreven, was tevens de eindredacteur. Volgens Menke is samenwerking tussen de landen in de Guyana's erg belangrijk. Menke zei dit gisteravond tijdens de presentatie van het boek tijdens een live uitzending op ATV. Hij overhandigde exemplaren aan minister Silvano Chonahin van Ruimtelijke Ordening en Milieu en dienstcollega Krishna Mathura van Defensie. Dus ik zou willen zeggen van aan beide ministers, dit is eigenlijk een handreiking vanuit de universiteit en wetenschappelijke kennis om eigenlijk heel serieus om te gaan met het beleid van eigenlijk dat verwaarloosde achterland van Suriname als je kijkt naar achtereenvolgende regeringen. Dus ik zou zeggen van neemt u hier goed nota van en we zijn bereid altijd vanuit de Open Campus Lecture Series om veel intensiever samen te werken met de ministeries. Menke zei verder dat het van belang is dat het boek verteerbaar wordt gemaakt voor lagere onderwijsinstellingen. Het is ook noodzakelijk dat het boek naar het Nederlands wordt vertaald, omdat taal een bijzondere barrière kan vormen bij het overbrengen van de informatie, benadrukt de hoogleraar. Er zijn allerlei aspecten die daarbij spelen, waarbij dus eigenlijk samenwerking tussen bedrijfsleven, overheid en kennisinstituten en NGO's dus heel belangrijk is. Dus eigenlijk zou ik zeggen, dit boek is misschien een schoolvoorbeeld van kennis delen van de universiteit met de totale Surinaamse samenleving. Professor Jack Menke gisteravond tijdens de presentatie van het boek Sustainability at a Crossroads. Hij geeft tenslotte aan dat het in het kader van het delen van de wetenschappelijke informatie met de samenleving een open campus activiteit wordt georganiseerd op 27 juli. Dit wordt via een Zoom-platform verzorgd, waardoor ieder het gebeuren kan volgen zonder fysiek aanwezig te zijn.